Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Karim Supermarkt en El Forno Borgerhout. Het meest veelzijdige halal restaurant in Borgerhout, Antwerpen. 30 september in Antwerpen in de Lotto Arena is de finale van de Fusion Kickbox League. Ik bezocht een aantal toppers van deze league en vroeg me af hoe zij zich voorbereiden op deze finale dag. Oskan Typhoon, jij kan eerste worden 30 september in Antwerpen Lotto Arena, klopt dat? Ja, dat klopt. Ik sta al eerste. Het enige wat ik moet doen is op punten winnen of op KO en dan ga ik die league winnen. Kan jij nog winnen? Dat is het belangrijkste. Ja, tuurlijk, ik kan nog winnen. Ja. Ik moet deze wedstrijd zeker op KO winnen. Ja. Als Typhoon wint op punten en ik win op KO, heb ik gewonnen. Als hij verliest en ik win gewoon op punten, dan heb ik ook gewonnen. Ben Moe heeft 10 punten, ik heb 11 punten. Ja. Al wint Ben Moe op KO en ik win op punten, dan win ik alsnog. Jij hoeft niet op KO te winnen, jij moet alleen winnen. Ik hoef alleen maar te winnen. Mohamed, 30 september, wat is dat voor dag? Want in principe, jij kan niet meer nummer 1 worden. Nee, klopt. Ik kan niet nummer 1 worden. Ik ga voor de derde plek. Derde plek? Voor de derde plek moet ik vechten, ja. De partijen van vorig jaar, weet je, die waren spectaculair. En toen kwam je een beetje in een dip. Hoe kun je die dip verklaren eigenlijk? Ja, ik... Daar heb ik niet echt een goede antwoord voor. Ik zat bij Fighting Talents, zoals iedereen weet. Ik heb nou een overstap gemaakt naar een nieuwe sportschool. Ik zat een beetje in een dip, ook bij die sportschool. Ik voelde alsof ik mijn eigen niet verder ontwikkelde. Mootje sparde hier al een jaartje of twee met zijn oude sportschool. En daar hebben we ook nog goed contact mee. En ja, zat een beetje in het slop, een beetje in de dip. Ja, dat... En dan, ja, soms is het misschien goed om een andere prikkel te krijgen. Vreemde ogen die dwingen. Ik kwam motivatie tekort. Ja, dat vooral. Ik kwam begeleiding tekort. Ik kwam van alles kwam een beetje tekort. Okay. En op een gegeven moment voelde ik gewoon alsof ik niet meer op kon brengen. Waar strijd jij nog voor, de 30ste? De tweede plek, derde plek, vierde plek? Leg uit. Ik strijd voor de derde plek. Derde plek? Ja. En tegen wie moet je? Ik sta tegen Mohamed Jaraya. Jaraya gaat ook voor de derde plek? Ja, sowieso. Het is oftewel tussen mij of hem. En de derde plek heeft nog een leuk geldbedrag, of niet? Ja, zeker. Oké, okay, dus of Mootje Jaraya krijgt dat geld, of jij? Ja, oftewel hij. Oké, en om wat voor bedrag gaat het? Het gaat om een, ik weet niet het bedrag. Appartementje Marokko, kun je daarmee kopen? Misschien, of een... A-klasse? Of een A-klasse. Ja, dus aan dat bedrag moet je denken ongeveer? Misschien. Broeder, jij hebt de hoofdpartij op 30 september in Antwerpen Lotto Arena, klopt dat? Ja, klopt, inshallah. Tegen wie? Ik vecht dan tegen de Thai Superbon. Superbon, een rare naam, Superbon. Ja, is waarschijnlijk een bijnaam van hem, maar zijn volledige naam is Superbon Benchamek. Oké, okay, en stelt hij wat voor in het kickboksen of in het thaiboksen? Ja. Ik ben een leek, hè? Ik zit niet in deze wereld. Ik doe alleen verslag van. Begrijp ik. Hij is op dit moment een van de, misschien wel de beste vechter op dit moment van heel de wereld. Wat zijn de kansen voor jou om van Superbon te winnen? Wat eerlijk gewoon. Ik probeer geen inschatting te doen. Ik doe gewoon mijn best en... mogen de beste winnen, laat ik het zeggen. Er zou een moment beter in moeten worden om van Superbon te winnen. Waarvan je zegt, van, nou, dat, als hij daarin nog eventjes die stap maakt, dan hebben we een goede kans. Nou, hij moet gewoon zijn eigen spel gaan spelen en niet met het spel van Superbon meegaan. En die Marokkaanse gestoordheid van ons, kan die ons nog helpen ergens? Ja, zeker. Ja, zeker. Af en toe als je net denkt van, oké, weet je, ik ben kapot, het lukt niet, dan lukt het net nog. Ja, maar ik toch die snoer omhoog. Die snoer om die partij naar je toe te trekken. Die Marokkaanse gestoordheid van ons, die af en toe... Positieve gestoordheid is af en toe wel, komt af en toe goed voor pas. Merk je ineens van, is toch Maghrebi, hè, toch? Klopt. Ik sta hier met nog een beroemde kickboxer. Ik zag je op de laatste Glory Pot, klopt dat? Ja, klopt. Ja, je hebt goed gedaan, man. Dankjewel, man. Dankjewel, bedankt, shakran. Ik train hier met Mo Jaraya, ja. Jason en Jafar Wilnes, Robin van Rosmalen, Rico van Roef, Komi Sparren, Albert Kraus, dat soort jongens, weet je. Gewoon de top van de top. Stoot hij harder dan jij? Hey Jaraya, dat is heel dom. Wie zou er harder stoten op de kermis met zo'n boksbal? Gewoon die lompe ding? Jij of... Hi. Ja, dan stoot jij het hardst? Dan stoot ik het hardst, ja, tuurlijk. Okay, maar hoeveel kilo weeg je? Ik weeg 113 kilo. 113 kilo? Dus ja. Jij bent sowieso, is het alleen maar bij de grote jongens dan? Bij de grote jongens, okay. Ja. Wat is het geldbedrag trouwens wat je kan winnen? 200.000. 200.000. 2 ton? Ja. Als jij eerst wordt, dan pak je ongeveer die 2 ton. Ja, zoiets. Dat is wel lekker hoor. Ja, dat is heerlijk. Ja. Je speelt thuis in België. Gaat dadelijk je Nederlander ermee vandoor, maar dat geld kan niet, hè? Dat kan niet, nee. Als heb je Antwerpen, moet dan weer. Allemaal bij. Dus de finale is de allerbelangrijkste wedstrijd voor mij. Ja, voor iedereen, dus wees er allemaal bij. Want ik ga de Shala winnen. Het zou wel grappig zijn als Larkoubi ineens gewoon die 2 ton pakt. Oh, ja, dat zou wel zijn. Maar nee. Moet ik nog even vragen, toen je die jurylid aantikte, wat was dat precies?
is gewoon een fout. Ja. Ik heb geen andere woorden voor. Het is gewoon een fout. Het mag niet. Het is gebeurd. Even die Marokkaanse genoeg gewoon niet. Ik hoef die genoeg even gewoon. Ja, precies. Nee, het is echt frustratie. Ja. Het is echt gewoon frustratie. Het voelt als onmacht, frustratie. Alles tegelijk. En het was gewoon actie-reactie. Stom. Maar ja. Voor al mijn fans, ook al heb ik niet de afgelopen partijen beëindigd zoals het moet. 30 september laat ik jullie iets anders zien. Wees erbij. Spektakel. Hoor, wees erbij.